Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een shop with me video voor jullie. Ik ben naar Arnhem geweest want ik moest wat cadeautjes hebben. Maar ondertussen heb ik ook wat leuke dingetjes voor mezelf geshopt. Dus vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Maar laten we eerst naar Arnhem toe gaan. Het is maar een half uurtje rijden naar Arnhem. En als eerste ging ik naar Bijou Brigitte. Hier heb ik hele leuke sieraden uitgezocht. Door naar de Primark waar ze heel veel sale hadden en deze geweldige pakken. Deze broek was maar 3 euro. Ze hebben daar ook hele leuke tasjes voor bijvoorbeeld uitgaan. En deze oorbellen zijn echt geweldig. Nou, nu snap ik waarom dit broek 3 euro was. Hij was echt helemaal niet mooi. Door naar de Zara. Hier was ook echt mega veel sale. Ik ben al een tijdje niet meer in de Primark geweest. Als ik er naartoe ga, dan haal ik altijd even snel panties en dan ben ik weer weg. Maar ik moet toegeven dat ik echt positief verrast was. En dat de kwaliteit ook echt een stuk beter is geworden. En ze hebben ook echt hele leuke dingen. Dus laat ik maar beginnen bij de Primark. Ik kan helaas de tas niet pakken, want het is zo'n papieren tas en hij is al gescheurd. Dus ik pak gewoon stuk voor stuk even wat dingetjes die ik daar heb geshopt. Laat ik beginnen met wat ik aan heb. Dat is dit varsity... Jasje. Ik vind hem echt heel erg gaaf. En hij heeft van die leren mouwen. Um, en hier staat dan de letter B. Dus um, die heb ik als eerste geshopt. Dit was volgens mij het enige item wat ik niet in de sale heb geshopt. Dit was denk ik een nieuwe collectie. Um, maar deze was 32 euro. Dan heb ik nog een jasje geshopt. En deze was wel in de sale. Um, hij was nu 20 euro in plaats van 28 euro. En dat is deze blazer. Ik ben echt dol op blazers. En ik heb een Zwart met wit krijtstreep blazer. En die draag ik super veel. Um, maar dit is dus zo leuk. Want hier zit dus een glittertje in, eh, eh, in de streep. Dus dat vond ik net weer even wat leuker. En ja, voor 20 euro is het echt een heel mooi jasje. En uh, oh ja, ik heb trouwens een maat 42. Of nee, dit is een Nederlandse maat 40. Want ik had eerst een 34, ze zal alleen nog maar een 34 en een 40. En de 34 vond ik echt te krap. Maar daarom heb ik de 40 gedaan. Maar hij viel eigenlijk best wel klein. Dus ik zou sowieso zeggen: doe even een paar maten hoger als, of groter als je deze wil. Want uh, ja, ik vind het leuk als het oversized valt. En ik moet zeggen: normaal heb ik altijd met jasjes dat de mouwen te lang zijn. En het valt echt reuze mee bij deze. Dus je kan echt wel een paar maten groter doen dan dat je normaal hebt. Nou, zoals jullie misschien wel weten, ben ik een tijdje au pair geweest in Los Angeles. En ik ga over een maandje weer terug naar Los Angeles. Nou ja, eigenlijk al over twee weken trouwens. Ik zeg wel een maand. Maar eind deze maand ga ik al naar Los Angeles toe. En dan ga ik ook weer terug naar het eerste gezin waar ik toen verbleef en waar ik dus oppas was. En um, ja, natuurlijk wil ik cadeautjes mee voor de kinderen. Dus um, als eerste voor Sebastian, dat is de kleinste, die is net twee jaar geworden, heb ik als eerste dit. Broekje. Kijk dan hoe schattig. Ik word hier toch helemaal. Ja, ik word hier heel vrolijk van. Ik vind het zo schattig. Dus dit broekje. Deze polo. Oh mijn god, ik vind het zo schattig. En dit blouseje. Dit shirtje was 3 euro uit mijn hoofd. Um, deze was 6 euro, dacht ik. En deze 8 euro. Um, ik had de. Prijsjes er alvast afgehaald, Want ik vind dat een beetje gekkig. als je cadeautjes geeft met prijsjes erop. Maar volgens mij was dit de prijs. Als ik het goed heb. Ik hoop het. Dan heb ik natuurlijk ook wat voor Pampoes. Dat is uh, de oudste dochter van Lily. En um, ik had al een cadeautje voor haar gehaald, een uh, knutselsetje, maar ik vond het leuk om er nog wat bij te doen. En nu kwam ik bij de Primark voor 3 euro dit schijfsetje tegen en ik denk dat ze dit heel erg leuk gaat vinden. Heeft ze haar eigen dagboekje met een pennetje en een etui erbij. Hoe leuk is dit? Hij was nu maar 3 euro, hier moet ik dus nog even het prijsje vanaf halen. Maar ik moet even voorzichtig zijn, want het is een sticker op een papieren verpakking en het is zo lelijk als je dat ziet dat het eraf is gehaald. Dus dat moet ik echt even voorzichtig gaan doen. Maar hoe leuk is dit schijfsetje? Um, het wordt nog wel even de vraag of ik Pampoes kan zien. Want Pampoes woont inmiddels bij haar vader. Um, maar als het goed is, mag Lily haar één weekend in februari zien. En dan kom ik ook langs. Dus hopelijk zie ik haar nog. En anders uh, laat ik het bij Lily liggen. En het leek me leuk omdat. Um, ja, Pampoes noemde, noemde mij altijd haar beste vriendin. Om een soort van vriendschapsarmbandje er nog bij te doen. En misschien een leuk fotolijstje met een fotootje van ons. Um, zodat we elkaar toch nog kunnen zien. Want we hebben een tijdje wel heel veel uh, gefacetimed. Maar dat kan helaas niet, want haar vader wil niet dat ze een telefoon heeft. Dus dat snap ik ook wel, want ze is nog best wel jong. Um, maar helaas kunnen we elkaar daardoor niet meer facetimen. Dus dan zijn we toch nog een beetje samen door middel van het armbandje en het fotolijstje. Dus dat ga ik er ook nog bij doen voor haar. En ik denk dat ik voor Sebastian ook nog een leuk klein speeltje erbij wil doen. Voor Lily moet ik nog even bedenken wat ik ga halen. Maar als ik niks kan vinden, dan ga ik in Los Angeles um, macarons halen bij haar favoriete uh, winkeltje Ja. La Duree heet dat volgens mij. Zoals ik eerder al zei, ga ik altijd naar de Primark om panties te halen. En dit zijn dus uh, leather-resistant panties. Pan, ja, panties. <laughs> Sorry, ik kwam niet op het woord. Panties. Um, en uh, ja, die zijn gewoon heel erg fijn. Dus uh, als je naar de Primark gaat, kan ik deze zeker aanraden. En deze waren 4,50 voor 5 stuks. Oh, dit vind ik echt heel erg leuk. Dit kwam ik tegen bij de Home-afdeling. En deze was maar 2 euro. Namelijk. Dit receptenboekje. Het is een mapje eigenlijk meer. En daarin kan je dus allemaal recepten schrijven. En aangezien ik dit jaar wil leren koken, uh, leek dit me heel erg leuk. En aangezien ik ook op mezelf ga, heb ik dan een aantal recepten. Dus uh, hebben jullie nog leuke recepten? Stuur het me allemaal maar door. En dan ga ik het zeker proberen. Want ik wil echt uh, leren koken dit jaar. Dan deze hoed. Oh, deze vind ik echt heel erg gaaf. Hij was nu maar 6 euro in plaats van 12 euro. En uh, ja, ik vind het riempje sowieso heel erg gaaf. Maar ik zie al helemaal voor me dat ik dit draag met een zwart jurkje. En dan van die cowboy boots. Dat is deze. Oh ja, en trouwens, wat ik ook wel handig vind: aan de binnenkant kan je hem dus aansnoeren. Waardoor hij strakker op je hoofd zit. Want ik heb altijd het probleem dat het allemaal te groot is bij mij. Um, terwijl ik eigenlijk niet dacht dat ik echt een klein hoofd had. Maar misschien omdat ik ook een klein lichaam heb, dat mijn hoofd in verhouding is. I don't know. In ieder geval, um, het is altijd te groot. Maar nu zit er zo'n touwtje in, waardoor je het kan aansnoeren. En dat is wel heel erg fijn, want dan waait het niet zo van je hoofd af. Dus dat is alles wat ik bij de Primark heb gescoord. Dan gaan we nu door naar de Zara. Nou, bij de Zara hadden ze echt hele goede sale. Um, maar ik moet even opstaan om te laten zien wat ik daar gehaald heb. Bij de Zara heb ik dus deze rode leren broek gescoord voor 10 euro. En hij was eerst 46 euro. Dus dat is echt een hele goede deal. Ik vind hem super gaaf. Ik heb hem ook in het paars. Die heb ik al een tijdje en daar was ik al heel erg blij mee. Maar ze hebben hem dus ook in het rood. En ik vind het wel heel erg gaaf. Dus uh, hier ben ik heel erg blij mee. En wat zo fijn is aan leren broeken in de winter is het zo lekker omdat het warmte vasthoudt. Er komt niet echt wind of kou of regen doorheen. Dus daarom hou ik echt van leren broeken in de winter. Dan. Heb ik dit rokje en deze was, ja hier staat 13, maar volgens mij was die uiteindelijk 8 euro. Het is dus zo'n, um, ja een rokje wat uh, gebreid is. Het ziet er heel erg schattig uit, maar ik zie al helemaal voor me dat ik dit ga stylen met een leuke blazer eroverheen. En dan van die hoge leren boots. Um, ja, lijkt me heel erg leuk. Dus uh, dit rokje vind ik echt heel erg schattig. Ik heb trouwens niks in de winkel gepast. Omdat ja, met sales zat het super druk. En heel vaak is het pas ook niet eens open. Dus ik dacht, ik ga gewoon thuis even alles passen. En dan kijk ik of ik het hou of niet. Uh, maar ik denk wel dat dit past. Want het rekt ook goed mee. En um, ja, hij is gewoon echt heel erg schattig. Dus die heb ik gescoord. Dan heb ik een broek. En hier weet ik nog niet van of ik hem ga houden of niet. Want het is wel heel erg anders dan wat ik normaal draag. Maar ik denk wel dat het um, heel erg gaaf kan zijn. Dat is namelijk deze zwarte broek. Maar het is een beetje een cargo pants. Maar dan in een zwart um, glimmend stofje. Ja, ik vind hem wel heel erg stoer. Ik weet alleen niet of mij dit gaat staan. Omdat ik best wel klein ben. En ja, vaak kan het dan heel erg lomp eruit zien. Als je lange benen hebt dan staan broeken gewoon veel sneller dan wanneer je klein bent. Dat is gewoon zo. Um, maar deze was nu 10 euro, dus ik dacht, nou, voor 10 euro wil ik het wel proberen. Um, maar ik moet nog even kijken of ik hem dus ga houden. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Wat vinden jullie van deze cargo pants? Laat het weten in de comments en dan uh, kijk ik of ik hem hou. Ik ben ook nog bij Bijou Brigitte geweest. Ik ga niet alles laten zien, want deels is voor een samenwerking. Ik heb al eerder een samenwerking met hun gedaan en ik vind het echt een heel erg leuk merk. En wat ik zo leuk vind aan Bijou Brigitte is dat je echt hele... Leuke trendy, mooie sieraden hebt voor een klein prijsje. Dus ik ben dol op bijoux brigitte. Maar ik ga nog niet alles laten zien zoals ik al zei. Maar wat ik wel kan laten zien is deze. En die vind ik echt heel erg gaaf. Dat is deze hoed. Ja, alweer een hoed, I know. Maar ik ben gewoon heel erg dol op hoeden de laatste tijd. Ook deze kan je aan de binnenkant aansnoeren. Deze heeft dus meer een beetje zo'n cowboy effect. Nou, bij deze outfit zou die niet helemaal passen. Maar ja, ik zit al helemaal voor me met mijn beige boots en een gaaf jurkje of zo. En dat is dus alles wat ik geshopt heb. Best wel veel, maar ik heb al een tijdje niet geshopt. En uh, ik had er wel heel erg veel zin in. Ik noem het altijd retail therapy. Um, ja, ik had het gewoon even nodig om te shoppen. En ik had natuurlijk cadeautjes nodig. Dus, dat is alles wat ik heb geshopt. Hopelijk vond je het leuk. Laat weten in de comments welke jouw favoriete item was. En of ik een van de Zara items moet terugsturen of houden. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!